Goedemorgen, lekker kopje koffie. En een babytje of een koek? En een babytje. Even deze jas weer gevonden in de kast. Oudje. Ik krijg heel vaak vragen of mijn jassen zijn. 9 van de 10 keer zijn het eigenlijk allemaal, denk ik, Josh V. Maar oude collecties. Ik draag altijd gewoon mijn winterjassen. Ja, winterslang natuurlijk. Gewoon winter na winter. Dus deze is geloof ik van 2 winters terug of zo. Ik twijfel of ik nog een trui erbij doe of niet. Ik heb nu een kool, maar is het koud of niet? Ik weet niet. De oude toilet. Je geeft het op? Ja, de mini koffer. Och, geen zin meer. Nee. Hoe ziet het eruit? Ja. Oké, guys, het is 2 uur. Wij gaan lekker naar Artis. Even naar de dierentuin, even erop uit. Even lekker buiten wandelen. Overal 30. Overal 30 rijden. Het is tot 5 open, dus we hebben 3 uurtjes. Zowel in de zomer gaan we echt vaker dan we dan even een uurtje gaan ofzo, want we hebben zo'n jaarpas gekocht. Maar we zijn al een tijdje niet geweest. Nee, dacht, wat zullen we eens gaan doen? Door de regen. Ja, klopt. Oké, we zijn er. Ik verstik net in een dropje. Ik zeg, soms heb je toch dat er iets blijft hangen in je keel of in je neus of daartussenin. Bij mij is dat 9 van 10 als ik een dropje eet. Dat er zeg maar hup en dan aan het eind van de dag dat het eruit komt, weet je wel. Ik denk, oh, daar is dat stukje drop. Ik weet niet waarom ik dat heb met drop. Alleen maar met drop. Dat weet je hoe het komt. Nou. Jij. Bent. Geen. Echte. Oh, nice one. Hollander. En daar maar grapjes over maken. Maar ja, ik weet niet. Maar ik, I love drop. Ja, ik blijf altijd mijn keel echt daar hangen. Of dat ik een slappe lach heb, net wanneer ik een dropje in mijn mond heb. Olifant, olifant, koffie, lekker. Olifantie, mami. Vaste prik hier, koffie en zo'n dierenkoekje. De ene keer is het een olifant, dan weer een, weet ik van zebra of zo. Luiaard. Luiaard. Staat net vlinder ook. Dat je niet voor de vlinder bent gegaan, schat. Niet voor de olifant. Jongens, ik was toch echt voor mijn gevoel toch net zwanger. Wie is dit grote kind? Woep! Donde bij Nori. Hier naar het puntje toe. Van de hand erbij. Een grote meid. Even serieus. Oh. Dit is ons favoriete gedeelte, de vlindertuin. Er is helemaal niemand. Wel een kaart? Je kan zo'n kaart pakken. Laat die maar staan. Ze hebben, je kan dus van die... Je kan van die kaarten pakken met alle vlindersoorten. Wow, helemaal beslagen van de warmte. Lekker. Ja? Dankje. Dankje. En hier zijn ook vlinders. Ja. Blauw. Ja, die zijn echt best. Oh. Kijk nou. Zie je hem? Hey, maar hij zit zo hol. Je ziet deze nooit. Nee, daarom. Het is wel speciaal dat we hem zien. Het is donker, ze gaan zo dicht. Ah, lekker gewandeld. Even het winkeltje in, hebben ze wat hele mooie boekjes en zo. Kom, mama. Ja, gaan we ervoor? Igor heeft een pet gescoord, ken hoe vet hij is. Oep. En we hebben een nieuw dikke dik boekje gekocht. Wij zijn weer thuis, we hebben lekker gegeten net. En ik ga de vlog van morgen editen, want wij hebben zo meteen date night vanavond. Super zin in. Maar dan moet ik wel de vlog nu doen, anders kom ik thuis en dan ben ik helemaal gaar en denk ik... Oh ja, de vlog van morgen. Dat ga ik niet doen. Wij gaan zo met de fiets. Ik twijfel een beetje. Wat to wear. Wat warmer denk ik. Zeg maar een leuke jurk, maar dan wat warmer. Ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Ik neig naar deze, die is best wel warmer, maar nog steeds wel chic-ig, zeg maar. Ja. Van een eend. Ik zou of van een dak. Nee. Belofte maken. Oh. Mop. Mom, deze kunstwerk is van mij. Ja. Belofte maken. Schuld. Mila mocht verven terwijl ik me zo opmaken.
oorbellen grote. Ik heb mijn haar gesteld. Half uur fietsen. Ja, ik ben echt klaar met de Uber, jongen. Oh, soms ben ik gewoon 40 minuten bezig met de Uber. Ik fiets wel. Hey, liefie. Oké. Zo. Klusje. Yes. Oké, de look voor de avond. Dit zeg maar pakding. Oh god, overal speelgoed. Zwarte jortasje, boots. Ik heb zelfs een zwarte legging hieronder aan, want fietsen. Tja. Oké. Maybe tot vanavond en anders wel terug zelf. Bye.